pittige strijd tegen Krapálek uit Tsjechië. Je komt op 2 strappen op achterstand. Hoe zet je die knop dan om? Ja, 2 straffen achter was niet nodig, denk ik. En daardoor kom ik in de problemen. En dan weet je dat je nog 1 straf kan, of tenminste geen straf meer kan krijgen. Ja, dan weet ik dat ik hem moet gooien. Ik gooi hem. Maar ja, dan komt er zoveel druk dat ik moet aanvallen. En dan had ik overgenomen. Dus dat is voor mij wat ongeveer gebeurde. En die straffen, ja, was voor mij achteraf is dat best wel dom wat ik deed. Dus, ja, want je scoort nog knap Vasari, maar dan is er nog 1 minuut op de klok. Hoe ga jij dan door? Ja, dan weet ik dat hij gewoon gaat komen. Hij is heel fit. Dus hij gaat heel veel druk geven, dus het wordt heel moeilijk. Ik ging lang op de grond om de tijd te laten doorlopen. Ja, het laatste is het gewoon, ik voel dat ik gewoon een aanval moet maken. Ja, en hij heeft zulke lange armen die hij eroverheen gooit. En dan kom ik gewoon best onder problemen. Ja, op de EK had je deze jongen ook al getroffen. Was je nu op gebrand om revanche daarop te nemen? Nou ja, we hebben onderling best wat meer vaker tegen elkaar gerood. En ik heb best vaak kunnen winnen. De laatste 2 keer nu verloren, dus daar baal ik wel van. Ja. Het is elke keer heel close. Dus, ja, het is gewoon heel jammer. Er zat wel iets meer in, denk ik. Je begint je wedstrijddag tegen judoka uit Senegal. Win je vrij gemakkelijk. Geeft dat wel vertrouwen voor zo'n partij tegen een Olympisch kampioen? Oh ja, maar ik heb wel vertrouwen. Ja, ik weet gewoon dat ik kan winnen als ik het goed doe en als ik geen fouten maak. En maak toch foutjes in het begin door die straffen te krijgen, moet ik terugzien. Maar het is niet heel slim wat ik daar deed.